Hoi, en het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een steekschuimtaart, een oasetaart. We gaan een mooie winterse kersttaart maken. Leuk met gezellige lampjes. Ik heb er in ieder geval zin in. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelnaarbloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, komt gewoon naar je toe. De pakketten gaan op het moment heel erg hard. Maar er komen twee keer in de week nieuwe video's online. Dus heel veel leuks wat er nog aan gaat komen richting de kerst. Aan kerst DIY bloemstukken. Dus wil je niets missen, abonneer dan gratis. En ik zal zeggen, laten we gauw beginnen. Heb je meegedaan aan de winactie? Dan komt misschien jouw naam wel hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en je hebt een cadeaubon waarde van 15 euro gewonnen. En de prijsvraag van deze week is, wat is de meest bekeken video op mijn YouTube kanaal? Ik ben benieuwd of jij hem kan vinden. En dan gaan we nu vooral lekker aan de slag. Alle antwoorden komen altijd op dit YouTube kanaal te staan. Dat kun je vinden onder community. Dus wil je dat niet missen, dan kan je daar altijd eventjes kijken. En dan gaan we nu echt beginnen. Ik ga er even iets dichterbij halen, dan kun je precies zien wat ik doe. Zoals je kan zien gaan we vandaag aan de slag met een biologische versie van het steekschuim van Oasis. Je kent misschien wel de normale versie, de groene. Deze is eigenlijk qua werking gewoon precies hetzelfde. Hij is alleen biologisch, dus iets beter voor het milieu en alles. Goed om rekening mee te houden. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Maar je kan zelf kiezen waar je voor gaat. Allereerst waar we mee gaan beginnen is de zijkant en de onderkant bekleden met mos. Dit doen we om het water wat meer tegen te houden. Wil je het 100% tegenhouden, kan je voor plastic kiezen. Maar omdat wij natuurlijk nu een biologische steekschuim gaan gebruiken, dan vind ik het niet passend om dat met plastic af te werken. Dus we gaan voor natuurlijk en dat doen we met mos. Ik maak hem eventjes helemaal vol en zet het vast met krammen. Dat doe ik dus ook met de onderkant. Daar doe ik de rest. Ziet er gelijk ook mooi uit. Netjes afgewerkt allemaal. Nou, we hebben een hele mooie basis. Waar nodig is, zet je even een extra krammetje in. Dan heb ik hier een heel leuk jutten band waar ledlampjes in vastzitten. Dus eigenlijk in het midden. Je kan het vooral zien als het licht uitstaat. Dat zal ik even laten zien. Kijk, voor de donkere dagen echt heel gezellig. En die gaan we eromheen doen en dan cirkelen we hem naar binnen. Je kan het kastje elke keer weer eventjes een nieuw batterijtje in doen als je wil. Dus dan kan je hem elke keer weer gebruiken, zodat het toch duurzaam blijft. Ik zet het even eromheen vast met een krammetje. Dan houden we nog een stuk over en die cirkelen we naar binnen. Zodat je echt een spiraal krijgt. Op deze manier. Ook dat zet ik even vast met een krammetje. Je kan zo door het jute heen prikken. Kijk, dan krijg je dit effect en dit gaan we verder opvullen. Allereerst zet ik hem even wat steviger vast en behoud ik de vorm door het gebruik van bolmos. Als de bolmos te hoog is, haal je gewoon het onderste deel eventjes eraf. En dit verdeel ik op verschillende plekken. We gaan dus een echt mooie natuurlijke taart maken. Heel erg leuk.
een heel mooi effect. Dan gaan we verder met wat kersgroen. Die verwerken we kort. Allereerst knip ik het kersgroen eventjes in stukjes. Ik kan gewoon de zijtakjes gebruiken. En de onderkant maak ik even schoon. Zorg dat je dit mooi compact erin wegsteekt. Dus dat je de stelen niet te lang maakt. Dit steken we er dus mooi compact in weg en we volgen de spiraal. Kijk hoe tof. Dan heb ik wat mooie natuurlijke materialen. Katoentakjes. En ook dennenappeltjes. Ik heb wat bonsai takjes. Dus die gaan we gebruiken. Als volgt zet ik de dennenappel op draad. Ik doe er een ijzerdraadje omheen. Dan pak ik het bij elkaar. Draai ik rond. En op dat moment kan je hem gebruiken. En ook deze verdeel ik in het stuk. En dat doe ik ook met het katoentakje. Hier zit toevallig een steeltje aan. Er zit geen steeltje aan of een kort steeltje. Dan kan je die ook gewoon op draad zetten. Prik hem dan voorzichtig doorheen. Pak hem bij elkaar. En op die manier zet je hem dan op draad. Nu is dat met deze nu niet nodig, maar mocht het wel nodig zijn, dan kan dat ook. Kijk hoe mooi deze sfeer al is. Nou, dan gaan we ook even wat bloemen toevoegen. Snijd de bloemen even goed schuin aan, dat is altijd belangrijk. Ja, dit is echt heel erg tof. Als zodra je de bloemen dan toevoegt, dan breekt het helemaal en maakt het helemaal luxe. Geweldig. En dat idee van die spiraal is heel erg leuk. En vooral als je hem straks met lampjes aan hebt. Kijk hoe leuk. En dat doe ik ook met wat andere bloemen. Bonsai voeg gewoon nog even toe. Die laat ik niet te groot. Dus mocht die te groot zijn, dan maak ik hem gewoon even iets kleiner. Dan verdeel ik hem in stukken. Kijk hoe mooi, jongens. En op een schaal en dan die lampjes. Geweldig. Dan gaan we de spiraalvorm eventjes wat extra versterken. En het zal je niet verbazen dat ik dat doe met berengras. Jullie weten vast dat ik daar graag mee werk. Omdat je op deze manier ja, de vorm echt kan versterken. Maar nodig zet ik hem even vast met een krammetje. En je maakt hem ook gelijk heel luxe en apart.
ik moest het gewoon gelijk eventjes met de lampen uit laten zien. Want kijk hoe mooi het dan lijkt. Heel erg luxe. Ik doe de lamp even aan, zodat je bloemstuk even iets beter kan zien. Ik heb hier natuurlijk best wel veel licht, waardoor je de lampjes niet zo goed ziet. Maar als je het op tafel hebt staan, dan zie je dat natuurlijk ook heel goed. Net zoals je de kaars ziet branden. Hè? Maar hoe tof is zo dit bloemstuk? Het lijnenspel erin maakt hem heel erg gaaf. Nou, je kan het berengras eigenlijk zoveel doen als je zelf wil. Je kan ook vlechtwerk erin maken als je het leuk vindt. Ja, je kan er eigenlijk alle kanten mee opgaan. Maar het is heel erg leuk om die spiraalvorm elke keer te herhalen. Waardoor je echt een heel apart bloemstuk krijgt. Ja, en je kan hem dan eigenlijk op elke schaal neerleggen. Hè? Ik zal hem eventjes op een mooie zwarte schaal laten zien. Zodat je kan zien wat het doet als je hem op een schaal neerlegt. Er komen ook weer allemaal nieuwe onderschalen binnen. Dus ook heel erg tof. Mocht je dat willen zien. Als jullie deze video kijken, staan die volgens mij al in onze webshop. Dus dan kan je eventueel daar ook tussen kijken. Maar ja, echt heel erg tof. Een toppetje. Ik laat even zien hoe hij eruit ziet met een schaal eronder. Kijk, echt heel erg tof. Dit is met een verhoging. Lijkt heel mooi. Je kan hem ook op een platte schaal leggen. Een mooie houten schaal is ook maar natuurlijk. Ja, eigenlijk past hier heel veel dingen bij. En ja, je kan natuurlijk de rozen ja, in elk gewenste kleur toevoegen. Dus als je zegt, ik hou van een andere kleur, kan het natuurlijk ook. Maar dit is mooi neutraal. Ja, je kan hem gewoon helemaal naar eigen wens maken. En heel erg leuk. Ja, ook fijn om met dit steekschuim weer te werken. En ja, ik vind zater sowieso altijd echt super ja, leuk. En het blijft altijd mooi. Wil je het pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. De schalen kun je dus eventueel los vinden in onze webshop, mocht je dat willen. Ja, en dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Laat me hieronder weten wat je ervan vindt. Doe mee met de prijsvraag. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zien we de volgende keer weer. Doeg!